Maar twee van de teamleden, een aantal teamleden zijn nog daar in het publiek. Maar Bas en Tim en Mark als coach. Nou, sowieso voor jullie allemaal geldt dat. Dan ga je naar Australië en dan weet je, al 6 keer is er gewonnen. Je kan alleen maar verliezen. Speelt nog een rol, Bas, of helemaal niet? Nou, best wel een grote rol eigenlijk. We merken dat de druk steeds hoger wordt. De competitie wordt steeds beter. Zo hebben we 2 jaar geleden met maar 8 minuten voorsprong geweten te winnen. Dus dit team begon ook heel simpel. Dit zijn de voorwaarden. Je hebt met 8 minuten hebben wij gewonnen. Op naar de volgende winst. Dus zeker weten. En Tim, even voor mijn gevoel. Ik bedoel, dan ben je daar. Is er een moment dat je, terwijl je nog in de race zit, beseft, oké, dit gaat de goede kant? Of is dat echt na de finish pas? Nou ja, je ziet het in zo'n race, zie je het langzaam ontvouwen, zeg maar. Maar de eerste dag reden we samen met een Japans team. De tweede dag konden ze ons ook nog bijhouden. En dat zie je heel vaak in zo'n race. Het verschil wordt pas echt aan het einde gemaakt. Ja, nu op dag 4 pakten we echt een voorsprong. Op dag 5 denk je op een gegeven moment, ja, het mag niet meer mis. Dus je ziet het later ontvouwen eigenlijk. En dat was dan jouw rol, Mark, uiteindelijk. Want dit zijn de technische mannen en ook vrouwen die aan de wagen werken. Jij zit een beetje aan de buitenkant, denk ik dan. Wat heb jij gedaan die afgelopen maanden? Nou, met name de mentale processen en de communicatie. Het zijn toch natuurlijk allemaal echt studenten specifiek. De ene is echt specifiek in aerodynamica, de andere in zonnepanelen. Ja, dat is een hele andere belang, hè? Want aerodynamica is rond en zonnepanelen is recht. Nou, maak er maar een team van. Ik wil dit, ik wil dat. Nou, wat ik geprobeerd heb is open communicatie, met elkaar communiceren, maar ook focus op het hier en nu. Ik merkte de eerste dagen hadden ze het heel veel over Adelaide en we gaan daar winnen. Ik zeg stop. Was de eerste kruispunt wat we hebben. Hoe gaan we daar het verschil aan maken? Wat gaan we doen bij de eerste pitstop? Het toch terugbrengen naar het hier en nu. Dan kom je pas in een flow. En dat is uiteindelijk wel gelukt. En uiteindelijk zijn we in die flow gekomen. Heb je ze aangestuurd als een sportteam? Ja, het is gewoon precies hetzelfde als een topsport. En het mooie van dit team is, dit is een zelfsturend team. Je hebt een kernteam die 2 jaar lang aan die auto gebouwd heeft. Vanaf de metingen van aerodynamica tot zonnepanelen. En uiteindelijk ook die auto gebouwd. Dat is een team van 16 jongens en meisjes. En die zijn zo gedreven. Die werken 's nachts door. De weekend. Ik heb ze wel eens moeten zeggen, nou is klaar. Nu ga je het weekend naar huis. En die worden ondersteund door alumni-studenten. Er zijn 11 studenten. De oud-studenten, ja. Ja, en die mogen ze advies vragen. Dus er zit helemaal geen hiërarchie in. Er wordt niet van boven naar voren opgelegd. En daarom is het zo sterk, dat team. Want ze zijn zo zelfsturend. En die verantwoordelijkheid nemen ze allemaal zelf. Wat ik helemaal niet wist, Bas, maar dat vertelde je me net even, dat dit oorspronkelijk helemaal niet een studentenwedstrijd is. Het is oorspronkelijk gewoon een wedstrijd voor grote autofabrikanten. Ja, klopt. Iedereen mag meedoen. En zo is er in 30 jaar geleden was de eerste World Solar Challenge. En dat begon met allemaal bedrijven. Dus de grote namen zoals Honda, General Motors, die begonnen daarmee. Toen op een gegeven moment, dus 2001, kwam Delft binnen en meteen de overwinning gepakt. En langzamerhand zijn die bedrijven steeds meer uitgefaseerd en zijn meer ons gaan helpen en ondersteunen om samen met ons die overwinning weer te halen. Laat maar die studenten doen het beter. Ja, de autofabrikanten zelf hebben het nog 1 race volgehouden. En toen werden ze weer op een hoop gereden. Toen hebben ze gezegd, hier trekken wij onze handen vanaf. Stond ik wat echt verschut. Ja, dan gaat de team van Toyota van Japan, die hebben 3 keer meer geld dan wij. Die laten de auto maken door een fabrikant. Maar wat doen die? Om 5 uur gaan ze naar huis, naar de kinderen. En die auto, die veranderen ze dan in jaren. Zij vernieuwen hem.